BBV's Nelson is een knoepelharde country band uit Utrecht en nog wat platen. En ja, country, Johnny Cash, dat is wat we doen. De gitarist en ik zijn met z'n tweeën dachten op een wintersavond, goh, misschien zou het leuk zijn om een band te beginnen. Maar dat verzonnen we elke keer als het midden in de nacht was. En 3 jaar lang gesluimerd. En op een gegeven moment bleken we uiteindelijk een paar nummers te hebben. En zijn we begonnen. We hebben overal advertenties geplaatst. Advertenties achtergelaten. Reageerde helemaal niemand op. Dat, ja. En op een gegeven moment hadden we de hoop al bijna opgegeven. En toen ging ik naar een feestje toe. En het feestje liep op zijn eind. En ik zat naast zo'n jongen. En die zat een beetje... Ik zat een beetje filmpjes te kijken en weet ik veel wat. En hij vertelde me dat hij uit zijn band was geknikkerd. En ja, dat is hoe het loopt. Midden in de nacht loop je ze opeens tegen het lijf. Nou, dan houdt een bandlid, René, de bassist, die houdt op. Vlak voor de zomer, je hebt een boel shows gepland staan en het gaat net lekker met de band. Hoe ga je daar als band mee om? Ja, het was even... Korte fase van pure paniek. Maar dan is het gewoon weer doorbijten. En de shows moeten gespeeld worden, dus invallers gezocht. En de tweede invaller, Nico, die is nooit weer weggegaan. Hij zou 1 showtje spelen. Gaan we nog de studio in? We gaan deze maand zelfs de studio in. Een EP'tje gaan we opnemen. Oké, en wat kunnen we verwachten? Knoepelharde country.